hele goede morgen. Het is vandaag maandag. Ik ben best wel vroeg opgestaan samen met Nessie. We hebben samen even ontbeten. Ik wil eigenlijk sporten, maar ik heb het niet gered. Want ik heb zo een afspraakje. Dus daar ga ik eerst heen. Ik heb trouwens echt de perfecte lipkleur gevonden. Ik heb gewoon een paar dingen met elkaar gemixt. En dit is het geworden. En ik vind het echt super mooi. In ieder geval, ik heb zo een afspraak en ik heb me omgekleed. Ik heb een nieuwe truitje aan van de Bershka. Gewoon een basic. En een joggingbroek met deze Puma-schoenen. Ja, that's it. Ik ga snel even mijn jas pakken en dan ga ik vertrekken. Vandaag deze jas aan. Daar heb ik wel even zin in. Dit is echt een chille outfit. Eerlijk. Zo, ik ben nu onderweg naar het centrum. Want ik ga daar mijn nagels doen voor het eerst. Want ik doe het altijd in het Alexandrium. Maar ik dacht, ik ga gewoon even wat anders uitproberen. Want ik was niet helemaal tevreden. Raken daar dus heel erg snel af, waardoor ik het elke keer heel snel moest opvullen. Dus ik ga even iemand anders uitproberen. Ik ga het nu even doen bij Deluxe Nails en Spa en even kijken hoe ze daar worden. Zo, eindelijk aangekomen. Het is maandag, maar er is zo goed als geen parkeerplek hier. Dat is toch best wel raar. Het is gewoon vet druk. Dus ik ben bijna helemaal bovenaan. Dan is het buiten. Oh ja, maar ik hoef gelukkig alleen maar met de trapje naar beneden. En dan ben ik al bij de nagelsalon, dus dat scheelt wel even. Maar het weer is echt ongelooflijk koud en keiharde wind. Het regent. Ik heb het echt kapot koud en ik ben echt blij met deze jas nu. Goede keuze gemaakt. Ik ben alweer klaar met mijn nagels. Ik ga nu even snel naar mijn auto lopen. Ik ben dus net klaar bij Deluxe Nail & Spa. Echt super hard gelachen. Ik had een super leuke nagelstyliste. Dus dat was echt top. En ze vond mijn vorige nagels echt super lelijk. Dus alles eraf gehaald. En nu heb ik dit. Ik heb haar gevraagd om heel natuurlijke nagels. En dit zijn eigenlijk mijn eigen nagels. En daar heeft ze, hoe noem je dat? Ja, poeder overheen gedaan. Het zijn dus mijn eigen nagels met poeder eroverheen. En ik ben echt zo blij. En dit heet Baby Boom. Dus dat heb ik dus nu gedaan. En ik ben echt heel erg tevreden met het resultaat. Oh. Ik heb weer lekker natuurlijke nagels. Love it. Oh ja, heel mooi. Ik ben echt tevreden. Al lunch halen. Ik wil eigenlijk heel graag weer een pokeball. Even kijken of ik het kan fixen. Want de parkeergelegenheid voor pokeball is wel echt rot. En file parkeren lukt mij niet altijd. Maar goed, ik ga het proberen. Ik ben weer bij Pokeball en ik heb voor het eerst een Pokeball met kokos. Dus ik ben echt benieuwd of het lekker is. En ik heb een Pokeball zonder rijst met sla. Ik heb er echt zin in. Heerlijk gegeten. Ik ga nu even naar Witte de Wit. Want ik wil weer even naar een sieradenwinkeltje toe. En ik hoop dat ze daar leuke dingen hebben nu. Zo. Net geparkeerd. Ik heb een nieuwe ring gehaald. Gewoon heel simpel hoor, niks bijzonders. Yay, ik vind hem echt leuk. En ik moet vandaag gewoon heel veel dingen thuis doen. Ik ga echt heel veel wasjes draaien. Want het is echt weer zwaar nodig. Ik ga denk ik vandaag gewoon even 5 wasjes of zo draaien. Zo, en de eerste was het erin. Snel makkelijke kleren aandoen. En dan ga ik gewoon het hele huis opruimen. Ik zit erover na te denken om op kerstboom zelf af te tuigen. Maar ik heb er eigenlijk helemaal geen zin in. Oké, dit moet echt gebeuren. Nessie gaat me toch nooit helpen. Ik ga even zelf de kerstboom aftuigen. Dit wordt nog wat. Zo, de kerstboom is nu echt kaal. Ik heb net met Nessie gebeld en hij zei dat hij de rest ging doen. Dus ik ben nu echt blij. Inmiddels 3 wasjes verder. Ik heb gestofzuigd, gedweild. En ik ga nu even een pauze houden. Tot mijn derde wasje klaar is. En dan ga ik het hier ophangen in de woonkamer. Ik ben nog steeds bezig met de was. Er komt geen einde aan gewoon. Er komt steeds meer bij ook gewoon. Ik ging kast van Nessie opruimen. En toen kreeg ik nog meer was. En nog meer was. En nog meer was. En nu moet ik gewoon nog steeds nog 5 wasjes draaien. Terwijl ik al 4 heb gedraaid of zo. Kusje. Oh, lekker. Mina geeft me kusjes.
ga nu even snel een slaatje voor mezelf maken. Want ik weet eigenlijk niet echt waar ik trek in heb. En ik heb ook geen vlees uit de diepvries gehaald. Dus misschien haal ik straks even een visje of zo. Maar ik ga nu even lekker een slaatje maken. Ik heb van de Turk laatst peterselie gehaald. En hier krijg je altijd zoveel. Terwijl bij de Albert Heijn krijg je echt zo'n klein stukje voor de dubbele prijs. Daar ben ik heel erg blij mee. Ik ga een salade maken met heel veel peterselie en citroen. Zo, de peterselie is gewassen en ik doe het gewoon in de mixer. Want ik heb geen zin om het allemaal te snijden. Even kijken hoe het gaat worden. Nou, let's go. Dit is wat ik ga eten. Ik denk niet meer dat ik avond ga eten, als ik eerlijk moet zijn. Ik ga namelijk peterselie salade eten met runderrookvlees. En ik heb hier echt heel veel zin in. Ik heb lekker gegeten. Ik heb bijna al mijn wasjes gedaan. Ik heb kleren opgehangen, kleren opgevouwen. Ik ben helemaal klaar ermee. Ik ga even een tweede pauzetje nemen. En ik ga nu even lekker koffie drinken bij Esmee. En ik heb de jas aan van Nessie. Zo'n vuilniszak jasje. Maar ik vind het handig, want het regent nu keihard. Dat is beter dan mijn bontjas. Dus ik doe deze gewoon aan. En hij heeft deze nou toch niet nodig. Even kijken. Oh ja, ik moet Esmee's jas ook weer meenemen. Want die heeft ze ook weer nodig. Deze. Oh. Zoals jullie horen ben ik weer bij Esmee. Iemand praat met een vlog heet. Nee. Nou, ik ga nu even lekker koffie drinken bij Esmee. Dat was het eigenlijk ook. En toen ik binnenkwam had ze de radio kapot hard aan. Ik dacht, what the fuck is daar aan de hand gewoon? Waarom had je echt zo hard de muziek aan? Omdat ik aan het opruimen was. Ze was aan het opruimen. Ik was aan het opruimen. Oh, wist je of niet? Niet pas. En iedereen vraagt elke keer onder mijn comments. Heb je het gezien, mijn comments? Nee. Wat dan? Heb je dus met SME? Ja, we hebben zo echt. Ik heb gewoon, kijk, het is gewoon slecht weer. En dat is gewoon een beetje ons ding. Kijk. Wij zijn in de zomer gewoon actiever. In de zomer zijn we actief. Ja. In de winter doen we alleen dit. Ja. Dus dat je dit nu filmt. Want Mer is hier al vaak geweest. En ik ook bij haar. Maar dan zien we er zo uit. Ja, en dan. Dit is het. Ja, dat filmen we dan niet. Denk nee, ik. Nee. Maar als je dit wil zien, dan ja. Als je dit wil zien, doe maar een duimpje omhoog. Doe een duimpje omhoog. Laat een comment als je dit vaker wil zien. Want dan zie je ons niks doen in een badjas. Ja. Het was gezellig bij Esmee. We hebben echt veel gekletst, lekker koffietje gedronken en ik ben weer onderweg naar huis. Het regent nog steeds buiten, dus ik rijd. Zo, net thuis. Ik ga even de laatste wasje draaien en dan ga ik gelijk daarna even douchen, want ik moet echt nodig mijn haren wassen. Was me weer een dagje wel. Oh ja, ik heb trouwens een wasverzachter van Esmee gekregen, want die van mij was op. En zo kan ik gewoon lekker door blijven wassen. Thank you. Zo. Eindelijk, mijn favoriete moment is aangekomen. Ik mag eindelijk douchen. En ik kijk er al de hele dag naar uit. Want meestal als ik ga douchen, dan heb ik alles al in huis gedaan. En ben ik gewoon ready om te gaan chillen. Dus ik heb echt onwijs veel zin in. Nog iets wat ik wou zeggen. Want we hebben er natuurlijk wel net een grap over gemaakt. Ik ken Esmee van, haha, we hebben ruzie, bla bla bla. Maar er wordt heel vaak gevraagd, waarom ga je niet met die om? Waarom ga je niet met die om? Waarom ga je niet met die om? Ja, het is gewoon heel erg menselijk om af en toe gewoon wat minder met elkaar om te gaan. Wij hebben natuurlijk, de hele zomer zijn we natuurlijk heel veel met elkaar omgegaan. Dat had heel veel redenen. Het was gewoon super lekker weer. Ze wou gewoon naar buiten, dat ten eerste. Mijn man was op zomertour, dus ik was heel vaak alleen en ik kon ook wel wat meer doen. Zoals je nu merkt, dan is ik gewoon elke dag thuis en bijna niet in het buitenland. En als we naar het buitenland gaan, dan zijn we dus ook samen. Dat is heel anders. Dus ja, de situatie is nu gewoon even wat anders. Misschien in de zomer ga ik weer met vriendinnen heel veel om. En vind ik ook veel leuker om dingen dan te doen in de zomer. Want in de winter ben ik gewoon lekker liever thuis. En ook graag met mijn man. Maar ja, wat ik wou zeggen daarmee is van, als je zeg maar wat minder met elkaar omgaat, dan wil dat niet gelijk zeggen dat je ruzie hebt met iemand. Ik vind dat zo kinderachtig. Dus ja, dat wil ik gewoon even toelichten. Verder wil ik zeggen dat ik hierbij ook de vlog ga afsluiten, want ik ga douchen en chillen. Dus ik hoop dat je dit een leuke vlog vindt. Ook al is het een beetje een zeikvlog en heel veel wasjes draaien vlog. Ik hoop dat je deze vlog leuk vindt en ik zie jullie morgen weer. Doei!